Hallo, het is de eerste van een serie video's over spreken van opgaven over het onderwerp trillingen en golven voor VWO het bovenbouw voor het vak natuurkunde. De eerste paragraaf gaat over trillingen. Nou, in figuur 9.7 zie je een cardiogram. In het cardiogram staan een horizontale en een verticale schaalverdeling aangegeven. Je kan hier zien dat horizontaal dit een kwart seconde is en dat verticaal dit 500 microvolt is. Nou, is de beweging van het hart een periodieke beweging, leg uit. Nou, na een bepaalde tijd herhaalt de beweging is zichzelf. Hè, je kan dit is eigenlijk gewoon een kopie hier. Dus ja, het is een periodieke beweging, dus hij herhaalt zichzelf. Is de beweging van het hart een trilling? Nee, want er is geen evenweerstand waaromheen wordt bewogen. Dus een sinusgolf bijvoorbeeld, dat is wel een trilling. Maar hier heb je geen evenweerstand. Dan C, bepaalde frequentie van het hart per minuut. Nou, je kan zien, even kijken, van hier naar P, dat is een hokje, twee grote hokjes, drie grote hokjes, vier grote hokjes, vijf grote hokjes. Dus, dat is 5 × 1/4 seconde, dat is 1,25 seconden. Oké, dat is dus de periode. Hoeveel passen er dan? Wat is dan de frequentie? Sorry. Nou, de periode is 1,25 seconden. Dus de trillingstijd, de frequentie is dan 1 gedeeld door de trillingstijd, zeg maar. Dus 1 gedeeld door 1,25 is 0,80 hertz. Dus 0,80 slagen per seconde. Voor mij werd het gevraagd per minuut. Dus dan moet je dat met 60 vermenigvuldigen. Dan 60 seconden in een minuut. Dus heb je 48 slagen in een minuut. Nou, de spanningspiek bij R ontstaat tijdens het samentrekken van de hartkamers, dat is hier, zo. Bepaalde omvang van deze piek, nou de grote is de hoogte boven de vlakke lijn, hier dus, hè, tussen de beide hartslagen in, die ligt 2,4 centimeter boven de harde lijn. 2,4, ja precies. Nou, 1 centimeter is 500 microvolt, dus het is dan 2,4 keer 500 microvolt. En dat is 1,2 millivolt. Micro is een miljoenste en milli is een duizendste. Dus dit is 1200 microvolt. Hier zijn dat 12 millivolt. Ja, klopt allemaal precies. Opgave 2. De frequentie bereken je met de periode. De periode bereken je met de tijd nodig voor 10 volledige trillingen. Nou, Kees meet, misschien is het handig om eerst even de opgave op te lezen voordat het antwoord gaan oplezen. Dat is misschien wel slim. 2. Kees wil de frequentie van een trillend blokje van een 4 bepalen. Hij meet de tijd van 10 volledige trillingen. En het blokje doet er 7,9 seconden over betaald aan de frequentie van de trillingstijd. Oké, nou, 10 trillingen is 7,9 seconden, dus 0,9 seconden. De frequentie is dan 1 gedeeld door de periode, 1 gedeeld door die 0,79. En dat is 1,3 hertz. Ja. Oké. Dan B. Leg uit waarom dat de meet onzeker is dan in de frequentie klein is. Maar als je er maar één trilling zou doen, zeg maar. En je zit, dan is de en je zit er bijvoorbeeld een tiende naast. En je zat een tiende bijvoorbeeld op 1 seconde. Als je, of in 0,79 seconden, hè, dus dat zou er 0,1 op 0,79 seconden zijn, dat is bijna 12%. Als je er een tiende naast zit op 7,9 seconden, dan is dat nauwelijks net iets meer dan 1%. Ja, dus hoe, als je grotere tijd neemt, zoals bij 10 trillingen, dan is de fout die je uiteindelijk maakt in je eindantwoord kleiner. Ja, oké. C. Op welk punt van de trilling kan Kees het beste de stopwatch indrukken? Dat lijkt me handig dat hij dat in de uiterste stand doet. Dus als het blokje op het hoogste punt is. Of juist helemaal precies onder in het midden als je op het laagste punt is. Nou, en hier staat het even stand in moeilijke water nemen. Want op dat moment beweegt hij juist heel snel. Dus je kan beter de uiterste stand nemen. Of helemaal boven of helemaal beneden. Dan staat hij ook heel eventjes stil. Makkelijker om nauwkeuriger te bepalen. Oké, gaan we naar opgave 3.
Je ziet een uitwerkingstijddiagram. Hoe blijkt uit het diagram dat er sprake is van een trilling? Nou, je hebt hier duidelijk een evenwichtstand waar je omheen gaat bewegen. Dus vandaar. En hij herhaalt zich natuurlijk elke 0,125 seconden. Nou, dan mag je sprake van een trilling als die twee voorwaarden zijn voldaan. Wel dan de amplitude van de trilling. Dat is de uitwerking ten opzichte van de evenwichtstand. Evenwichtstand bij 0, uiterste waarde is 4 en min 4. Dus nou, het verschil tussen 0 en 4 en tussen 0 en min 4 is allebei 4. Centimeter is dat. Ja, dus de amplitude is 4 centimeter. Dat is de grootste afstand vanuit het midden tot aan de uiterste stand. Van aan de bovenkant is of aan de onderkant, dat maakt niet uit. C, bepalen frequentie, de trillingstijd van deze trilling. Dat is de tijd nodig is voor één volledige beweging. Nou, hier kun je het wel met één periode doen, omdat het allemaal precies ook nog netjes in roosterhokjes past. Hier heet die bij 0. En op hetzelfde punt zit je weer hier. En dat is dus precies tussen 0,10 en 0,15. Dus 0,125 seconden is de trillingstijd, zeg maar, die periode. Bepaal dan de frequentie van de trilling. Nou ja, de frequentie is één gedeelte door die periode. Dus één gedeelte door 0,125 is 8,00 hertz. Teken in die figuur een trilling met een twee keer zo grote amplitude. Dat betekent dus dat, dit is de zwarte, dat is de originele, dat die precies hetzelfde kan lopen, alleen dat hij bij 8 begint en bij min 8 eindigt. Maar verder loopt die qua tijd precies hetzelfde. Dat zie je hier bij de rode. Teken in een figuur met een twee keer zo kleine frequentie. Dat betekent dus dat als ze allebei hier in 4 beginnen, dat die zwarte na 0,125 seconden daar weer terug is, maar de rode pas na het dubbele, dus hier. En dat geldt natuurlijk hier ook. Dit is, je kunt zien dat is één hokje qua tijd, en dan is er hier dus twee hokjes qua tijd. Nou, dan hebben we de twee punten bepaald, en dat herhaalt zich dan steeds. Oké, gaan we naar 4. In deze opgave bestudeer je oscillogrammen. Dat zijn deze dingen, dat zijn schermen van een oscilloscoop. Onder de oscillogram van figuur 9.9 staat aangegeven wat de instelling van de tijdbasis is. 1 ms-div, dat betekent dus 1 milliseconde voor zo'n hokje. En het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hokjes. Ja, oké. Bepaal van elke trillende frequentie in twee significante cijfers. Nou, oké, gaan we even naar de linkse figuur. Je ziet hier even kijken, je begint hier in de evenwichtstand, gaat hij omhoog, weer door de evenwichtstand, naar beneden, weer door de evenwichtstand, omhoog en weer naar de evenwichtstand. Dat is dus anderhalve trilling. Oké, dit is 1 milliseconde en het zijn 10 vakjes van elke 1 milliseconde, dus dat is 10 milliseconden. Dus je hebt anderhalve trilling in 10 milliseconden. Ja? Oké, dus een periode is dan 10 gedeeld door anderhalf is 6,6 schaallengte. Dus 1 in deze trilling is, dat duurt 6,62 hokjes. En dat is dus 6,6 milliseconden. Nou, dan kun je de frequentie bepalen, 1 gedeeld door die waarde. En dat is dan 1,510 tot de tweede, 150 hertz. En dan doe je met de weet precies hetzelfde. Dit is natuurlijk ook 10 milliseconden. En je hebt hier 2,5 trilling, nee, 2,25 trilling in 10 schaaldelen. Dus de periode is dan 10 schaaldelen gedeeld door 2,5 is 4,444 schaaldelen. En hier is de tijdbasis een halve milliseconde, niet 1 milliseconde. Dus een half milliseconde maar 4,444 schaaldelen is 2,222 milliseconden. Oké. Tekent dat dit helemaal 10 tot de mindere seconde. De frequentie is dan omgekeerd daarvan 1 gedeeld door die waarde. Kom je uit de 450 hertz. Bepaal voor de oscilloscopende instellingen van de tijdsbasis in twee significante cijfers. Oké, dan gaan we aan de slag met frequenties 1 gedeeld door de tijd. Dit is 300 hertz, dus de deeltijd is 1 gedeeld door. Dat is 3,3 × 10 tot de min derde seconde. Oké, je hebt hier 6 van die trillingen, dus je hebt ook 6 keer die trillingstijd. Dat is 0,020 seconden als je dat vermenigvuldigt. Oké, dat is dus deze tijd. 1 hokje is dan een tiende daarvan, dus moet je delen door 10, dan krijg je 0,0020 seconden, oftewel 2,0 milliseconden. En dan schrijf je dus op 2 milliseconden slash div. Nou, bij 10 ben je hetzelfde verhaal. Hier zie je anderhalve trilling, dus anderhalve trilling maal de trillingstijd. 3,33 × 10 tot de min derde is dus 0,005. Dat is voor 10 van die kleine hokjes. Voor 1 van de hokjes is het dan nog delen door 10, dus 0,0005. Oftewel een halve milliseconde. Of de tijdsbasis is dus een halve milliseconde per hokje.
Oké, gaan we naar 5. In figuur 9-11 zie je de uitwijkingstijdsdiagram van twee slingers. Bepaal de slingertijd van slinger 1. Oké, nou, je ziet hier 2 volledige trillingen en dat is in 2,70 seconden. Zo, ja, hier eindigt die. 2 trillingen in 2,70 seconden. Dus de trillingstijd of de periode is dan 2,70 gedeeld door 2 is 1,35 seconden. Oké, B. Bepaal het faseverschil tussen de punten P en Q. Nou, als we even gaan kijken, de fase van P en Q moet je dan apart bepalen. Nou, dat doe je eens. Je gaat aflezen wanneer dat deze is. Die zit op 1,10 seconden. Deze zit op 1,80 seconden. Dus dan kun je de fases uitrekenen. 1,10 gedeeld door de trillingstijd. En 1,80 gedeeld door de trillingstijd. En het verschil dan van elkaar afhalen. Oké, wat ze hier doen is van oké, ze bepalen het tijdsverschil tussen P en Q. Deze was 1,8 en deze was 1,1. Dus het verschil is 0,7 seconden. En het faseverschil is dan in 0,7 seconden gedeeld door de trillingstijd 1,35. En dat is dan 0,52. Dus de ene loopt 0,52 fase achter op de andere. In de figuur 9-11b, dat is de rechtse, zie je een uitwijkingstijd die gaat van slinger 2 met dezelfde trillingstijd als figuur slinger 1. Bepaal het faseverschil tussen slinger 1 en slinger 2. Dit is eigenlijk helemaal te bepalen. Voor elk punt dat je kijkt geldt van als bij slinger 1 hij naar beneden is, dan is hij bij slinger 2 precies evenveel omhoog en andersom. Ze zijn ook tegelijkertijd in de evenwichtstand. Hier bijvoorbeeld is hij helemaal naar boven, hoogste punt, en op dat punt is hij helemaal aan de onderkant. Dus dat betekent dus dat hij steeds een halve trilling verschoven is. Dus de fase is dan precies 0,50. Oké, dat was paragraaf 1.